Piet neemt zijn logés mee naar zijn akkers. Het laatste uitje met z'n vieren, want vanmiddag gaat één van de drie dames naar huis. Het is wel een mooie bak hoor, die jij hebt. Een beetje asociaal bakken. Echt zo'n mannending, hè? Ja, een beetje, noemen ze het ook alweer. Ja, grote auto, grote dat. Ja. Nou, als compensatie misschien ook. Ja, nou ja, dat kan ook. Het is een klein stukje rijden naar de voormalige boerderij van Piet. De boerderij zelf en zijn koeien heeft hij vorig jaar verkocht. Het land eromheen is nog van hem. Daar teelt hij onder meer mais en rogge. Dat is mijn mais. Oh, dit is oké. Okay. Okay. En verderop staat nog graan, maar daar komen we straks nog bij. Oké. Okay. Mooi, schaduwparkering. Ja, ja. Lekker hè. Alles wat ommuurd is, was voor jou? Ja. Ja, het zit in zo'n punt waar ze dan... Ja, precies. Ja, ja. 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 Het hele erf was over 2 hectare. Hè? En 2 hectare is 200 keer 200, hè? Ja, ja, ja. Boah, ik dacht zo. Nou, nu weet ik waar hij vandaan komt, hè? Maar het lijkt me toch lastig om van zo'n perceel met huizen en om dan in een appartement te gaan wonen. We wachten even. Auto. De selectie. Ja. Ja. Ik ben nu op plaats. Ja. Nou ja, zeg. En ik liep als eerste. Oh. En dat zie je wel, die mais die heeft ook nog een goede kleur. Hè? Als Ziet er heel fris uit. Ja. Hij heeft hart voor zijn gewassen, voor de dieren. Ja, dat raakt me nog meer natuurlijk. Ik heb dat allemaal gewerkt op die percelen en nu nog. En om dat te laten zien is wel, mijn passie is het toch wel nog. De bestuiving vindt dan plaats. Hè? Maar dit is rogge dus. Dit is rogge. Dit is rogge, dat is de bloeisel van de rogge. Ja, precies. Daar moeten die korreltjes in komen, zeg maar. Die begint al, hè. Ja. Dit is toch mooi, dit? Ja, heerlijk, hè. Gewoon lekker... Kunnen we het nou beter hebben of niet? Fantastisch weer. Een man waar we denken, nou, leuke man. Die gaat ons laten zien wat hij doet en wat hem bezighoudt. Jij bedoel, hè? Dat zijn van spuitsporen, hè? Weet je, hè? Wat zijn dat? Die machine heeft hele hoge, smalle wielen. Ja? Die trekker met zo'n veldspuit. En die, ja? Spuit die was 36 meter, geloof ik. Ja? Daar weet hij alles van. En dat vindt hij ook fijn om te vertellen, merk ik. Hij vindt dat geweldig. Daar is hij beter in dan, zeg maar, andere dingen. Ja, jij wil ons een hokje inlokken, hè? Ja. Zullen we dan één voor één het hokje en dan de deur dicht doen? Dat kan ook. Ja, dat is een goeie. Ja, anders wordt het wat krapjes daar, niet? Of gewoon die kleppen dicht doen, kan ook, hè? Ja. Een beetje warm. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Dat zijn ergere dingen, hè, denk ik, hè, dan we twee in een hokje zitten. Okay. Dag allemaal. Dag. Snuitjes toe, snaveltjes dicht. Ja. Piet en zijn dames zijn terug van hun uitje. Nog even en Piet gaat van één van hen afscheid nemen. Daar zit je dan, bij Piet. Ja. Hoe is dat? Hartstikke fijn. Ja? Is hij jouw man, denk je? Ja. Oh, daar hoef je helemaal niet over na te denken. Nee. Dat weet je heel zeker? Ja. En hoe weet jij dat zo zeker? Omdat het zo goed voelt. Op allerlei gebieden klopt het zo. Dat het voelt gewoon dat het past als een bus. Wat gebeurt er met jou als hij jou aankijkt? Ja, ik voel mijn blijdschap weerspiegeld gewoon. Hij heeft twinkels in zijn ogen. Gewoon dat. Weet hij dit? Nou, ik heb dat niet gezegd. Maar ik denk dat hij het ook voelt. Vreemd genoeg. Hoe bevalt het jou? Geweldig. In één woord geweldig hier zo. Ik ben zo blij dat ik hier ben. En is er iets tussen jullie? Nee, dat zie ik nog niet. Ik bij mij voel wel dat ik meer voor Piet ben gaan voelen. Maar hij laat zich er niet over uit. Dat zie je. Hij houdt het heel erg spannend voor ons. Maar ik zou het wel willen proberen. Bij mij, het is geen verliefdheid, dat niet. Maar ik wil die man gewoon aanraken elke keer. Ik wil gewoon bij hem zijn. Nou, dat vind ik toch al iets van, dat je wel wat in die man ziet. Ik ben nog steeds nieuwsgierig, zeg maar. Hè? Want kijk, je bent natuurlijk met z'n drieën. En wat hij doet, hij verdeelt de aandacht wel heel goed, vind ik. Maar hij is nog niet erg goed in echt initiatief nemen om
te zeggen, kom eens even hier. Of kan ik je even vragen stellen specifiek of zo. Dat mis ik nog een beetje. Maar waarom vraag je dat niet? Ja, de gelegenheid. Ja, ik ben dan toch misschien ook een beetje afwachtend nog even. Eigenlijk hetzelfde als wat hij doet. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Zou hij jouw man kunnen zijn? Goeie vraag. Dat weet ik nog niet. Voel ik wel aantrekkingskracht? En wil ik hem aanraken? Want dat is het voor mij namelijk. Ik wil iemand aan kunnen raken. Iemand zoenen. Want dan voel ik wat ik voel. Snap je? Ja. Want dat heb ik nodig voor mezelf. Om mijn gevoel te duiden. Je hebt het dus nodig om hem even te zoenen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Ja, nee, maar ja. Kijk, daar kun je natuurlijk niet op gaan zitten wachten. Nee, maar dan ga ik mijn moment wel nemen, denk ik. Om dat even te testen? Ja. Ik snap dat. Snap je dat? Ja. Nou, fijn. Maar ja, dat is het verschil tussen een vriend en je vriend. Ja, precies. Ja, dat is het. Precies wat jij zegt. Hoe is het? Hectisch een beetje, hè, maar... Toch van de andere kant ook wel een beetje ontspannen wel. Hè? Er is helemaal geen ogenblik geweest dat het... ongemakkelijke ogenblikken, helemaal niks. Nee. En dat viel me reuze mee. Jij zei, ik ga, als ze bij mij thuis zijn, veel opener zijn. Ja. Heb jij dingen aan hun gevraagd? Heb jij dingen... Heb je hun ook echt aandacht gegeven? Kijk, ik heb geprobeerd dat dan een beetje te verdelen. Hè? Iedereen een beetje gelijk. En als iemand om extra aandacht vraagt, dan reageer ik daar wel op. Maar ik probeer dan ook weer die ander wel weer aandacht te geven. Maar als ze aangeven dat ze graag willen blijven, dat ik denk wel dat ik dan wel genoeg aandacht heb gegeven. Dat kan altijd meer natuurlijk. Maar weet je hoe ze naar je kijken? Heb je daar een gevoel van? Ja, dat ze me leuk vinden, dat hebben ze alle drie wel laten blijken. Maar één is erbij die dit het echte wel duidelijk laat blijken. Diepe zucht. En het hart bonkt bij ieder in de keel, echt, volgens mij. Zo. Ja. Oh, laat het voorbij zijn. Ja. Ik zou zeggen, zeg het maar. Ja, Piet. Van jou komt het verlossende woord. Voor wie stopt hier het avontuur? Ja, voor Eugenie. Ik denk dat wij toch te verschillend zijn. Dat het, ik zoek toch wel iemand die wat meer rust uitstraalt. Sorry. Ik heb me nog nooit zo vergist in mijn gevoel. Echt nog nooit. Nee. Voor mijn gevoel zat het zo goed. Ja, het is niet. Oké. Gaan we jouw koffer pakken? Ja. Oh, je bril. Ja, dat was nul. Niks aan de hand. Spannend, hoor. Oh. Echt wel, hè? Ja. Jeetje. Het is juist zo rat omdat zij het wel voelt. Ja, en dan moet ik dat gevoel, gevoel kan ik niet nee, bevestigen. Nee, en dat, Hoe gaat het? Nee, het gaat helemaal niet. Ik snap gewoon niet hoe ik me zo vergist kan hebben in mijn gevoel. Ik had zo de hele tijd het gevoel dat het wederzijds was. Dat betekent wel dat jullie er voor twee is. Ja. Nou moeten wij gaan concurreren. Ja. Hij komt. Jawel. Dag Eugenie. Ik heb een beetje mijn handen vol. Doeg. Doei. Goeie reis. Want ik denk dat dat nog binnen moet komen bij. Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat ik hoop dat je echt gelukkig wordt. Ja. Ik begrijp niet dat ik me zo vergist heb. Ik dacht werkelijk... Ja. Ik ben al die weken stapelverliefd geweest. Ik heb niet kunnen slapen, niet kunnen eten. Ja. Ik was stapelverliefd. En ik dacht dat het wederzijds was. Sorry. Ja. Gaat wel komen. Volgens mij gaat ze in de auto. Zullen we even zwaaien? Oh ja, Piet, dankjewel voor je gastvrijheid natuurlijk. Gerne gedaan, hè? Gerne gemacht. Kijk goed uit. Ja.
ja, zeg dat wel. Ja. Mijn eindje openen? Ja, nou, ik wilde het nou net zeggen.